Goedemorgen iedereen, welkom op deze zondagochtend. Het is zondag en Sam is al weg. Sam is al even weg, die is gaan zijn auto gaan poetsen denk ik met Pieter. En daarna ging hij foto's maken denk ik met Pieter en Laurens. Ben niet zeker. En ik ga vandaag naar de wellness. Oei, Melkie. Melkie is hier even gaan zijn. Ik ga... Sorry, ik probeer twee dingen tegelijk te doen. Maar ik ga vandaag naar de wellness met mijn mama, mijn papa, mijn zus. En we gaan een dagje genieten bij Jolanda Bukers in Welle. Daar ben ik ooit al eens geweest. Het is wel heel fijn daar. Ik ben er zelfs al meerdere malen geweest dan ooit. En ik bedoel, oh my god, doesn't make sense. Maar ik ben er best wel vaak geweest. Vroeger met mijn ouders. Dus mijn ouders, een van hun lievelingswellnessen denk ik, waar die altijd naartoe gaan. En we gaan voor mijn mama haar verjaardag nog. Dat was haar cadeau voor mij, mijn zus en mijn papa. Dus we gaan vandaag een dagje genieten, zalig. Ik heb geboekt via 241 en daarbij zat een energiegevende massage, denk ik. En een infrarood rugpakking. En aangezien mijn mama vaak last heeft van haar rug en hernia's en zo, is dat wel heel goed voor haar. Dus ik kijk er wel naar uit. Maar ik ga me aankleden, want zo gaan we natuurlijk niet gaan. En dan zie ik jullie zelfs daar. Hallo, wij zijn in de wellness. Ik ben hier met Anaïs. En dat is mijn outfit. Ik heb een badjas en een bikini, of course. We gaan nu denk ik eerst naar het Aquapaleis. En Anaïs is nog nooit naar de wellness geweest. Dat is de allereerste keer die zei, ja, wat moeten we eigenlijk doen? En dan na het Aquapaleis gaan we denk ik eten en massages en zo. Maar ik ga jullie meenemen als ik kan. Ja, maar ik ga wel natuurlijk nu de privacy van de andere mensen, ja, beschendigen, of hoe zeg je dat? Want er zijn ook veel andere mensen, dus ik ga gewoon stukjes filmen als ik kan. Oké, we hebben net een massage gehad van Marie's en ik. Een energieopwekkende massage, het was echt super goed. Ik voel me herboren, hè. Jij ook? Ja. Ik voel me wel goed, en daar zijn mama en papa. Nu gaan we eten. Nu gaan we eten met dit mooie uitzicht. Wauw. Oh, oké, fijn. Vond je het leuk? Mm-hmm. Eerste keer in de wellness? Yeah. Ja. Oké. Okay. Kijk goed. Hey! Ja, is het nat? Och. Ik ben net naar de wellness geweest, hè. Oeh, ik heb je haar niet fatsoenlijk gedaan. Nee, ik heb die gewassen. Schatje. Ik ben terug thuis en onze vaste zondagse gast is er ook. Laurens is hier. We hebben eten besteld, we hebben bij Isaki besteld via Deliveroo. Ik heb curry, scampi, Laurens heeft curry kip. We hebben edamame, Sam heeft teriyaki en we hebben sushi. We'll be right back.
Sam heeft pijn aan zijn rug. Oh. Wat heb je gedaan? Ik weet dat niet. Mijn onderrug zit vast hier. Zit helemaal vast, ja. Oh. Ja, vast. Ik moet gewoon heel lang. Nu zit dat. Ik kan niet rechter als dit. Ja, dat zien we op camera niet, maar oké. Okay. Ja, nee, je ziet dat niet, maar. Oh. Gorm. Ja, ik moet gewoon heel lang rekken. Zo, mijn spier is heel kort. Oei, oei, oei. Dat is niet goed, hè, schatje. En Sam heeft wel vaker. Ja, ik heb een zwakke onderrug. Ja, je hebt een zwakke onderrug, dus ja, dat is nu niet echt een heel goed teken. Dat is puur van gisteren in de auto te zitten. Denk je? Zo lang, ja. Ja. Als je dat zo'n beetje krom zit, en vandaag heb ik ook een niks anders gedaan dan in de auto gezeten. Dus ja, daarom. Het is wel een beetje fout, krom of verkeerd zitten. Oh, schatje toch. Ik hoop dat het snel over is. Ook. Ja, pitte kussen staat op. Ja. En dan zou het warm houden. Hopelijk gaat het morgen wat beter. Dat zou wel, ja. Oké, aan deze niet zo positieve noot van soms zijn rug gaan we slapen. In 3, 2, 1. Oh, ik dacht al. Dat is niet terug al. Pitte kussen is klaar. Dus we gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het vandaag een leuke vlog. Yes, zeker dat. Als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen.